De Backlot is afgelopen zaterdag gestart met de eerste editie van de Backlot Academy. Het bijzondere aan deze start was dat de expositie van George Struikelblok met als titel Grenzen verleggen als decor diende. Henna Draaibaar, een van de directeuren van de Backlot, gaf aan dat deze academy uit het brein van Eddy Wijngaarden is ontstaan. Voor hem is namelijk belangrijk dat jongeren opgeleid worden in datgene waarvoor ze liefde en passie hebben. U hoort ook Marie Levens, een van de partners van het project van de Backlot Academy. Ze gaf onder andere aan dat deze opleiding talenten de kans geeft te bewijzen wat ze kunnen. Voor jongeren die niet slagen voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde, maar zo goed zijn op het creatieve vlak. Dat gaan we dit jaar doen. En niet alleen voor jongeren, maar ook voor mensen die al jaren in het vak zitten en denken, die wereld verandert en ik wil daar een onderdeel van zijn. Ik wil meegroeien, ik wil meedoen. De afgelopen 17 jaar, praten we al, bijna 18 jaar, sinds we begonnen met Paramaribo Papers, zijn we met de Backlot gestart met iets wat we noemen grenzen verleggen. Alleen hebben we het toen zo niet benoemd. Maar we hebben in de afgelopen jaren hebben we zoveel gedaan waarvan we nu nog steeds zien dat mensen ervan profiteren. Dit is een opleiding die precies het tegenovergestelde doet van wat je normaal op de traditionele scholen tegenkomt. Ze mogen meedenken over het toekomst. Ze mogen met elkaar samenwerken. Op de scholen krijg je vaak door als je samenwerkt. Of je onvoldoende, of als je telt het niet meer. Hier wordt het geëist dat ze samenwerken. Ze moeten in dialoog met elkaar. Ze moeten samen een product voorbrengen. Ze hoeven geen dingen uit je hoofd te leren. Punt en tafels bestaat uit onderzoek doen, problemen oplossen, een product neerzetten en bewijzen dat ze begrepen hebben waar het om gaat. Leven zij verder dat de Backlot specialisten gaat opleiden die gefocust zullen zijn op een competentie of vaardigheid. Struikelblok noemde zichzelf een grenzeloze kunstenaar. Volgens hem is dat waarschijnlijk de reden waarom hij door de Backlot is benaderd om de expo te houden als onderdeel van de opening van de Backlot Academy. De keynote speaker was de journalist Nina Jurna. Het thema van haar speech was: durf jij je grenzen te stellen, te verleggen of te overschrijden? Ze voerde haar gehoor onder andere terug naar haar reis als journalist. Ik ga iets vertellen over hoe ik naar Nederland in Suriname ben gekomen. Uiteindelijk in Brazilië zijn ben gekomen en wat hen al vertelde, nu het hele continent afreis. En ik hoop dat ik jullie kan inspireren om je eigen grenzen te verleggen, om creatief te zijn en ook je vooral niets van andere mensen aan te trekken. Want dat is eigenlijk ook wat ik niet heb gedaan. Ik ben altijd dicht bij mijn hart gebleven. Ik heb keuzes gemaakt waarvan ik achteraf denk van was ik wel verantwoord. Maar ik heb het toch gedaan. En dat was omdat op dat moment mijn hart zei dat ik het moest doen. Natuurlijk ook wel goed over nagedacht. Maar als ik erop terugdenk, denk ik van ik weet niet of ik het weer zou doen. Maar waarschijnlijk wel. Ik ben in 1999 ben ik voor het eerst, naar Suriname gekomen. En dat was om mijn roots uit te zoeken. Die kende ik eigenlijk niet. Ik groeide op in een dorp in Nederland, nadat mijn ouders vanuit Amsterdam waren verhuisd en dachten van we willen de kinderen in een beetje rustigere omgeving opvoeden. En ik voelde me daar nooit thuis, want niemand rekent mij. Iedereen was familie voor elkaar. En ik voelde me een angstbevanger, een alien, om het zo maar te zeggen. Dat was Nina Jurna, keynote speaker bij de opening van de eerste editie van de Backlot Academy. Deze vond plaats in de hal aan de Grote Kombiweg.